Welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Wellicht kun je er iets uit halen voor je eigen gameplay, of voor op het veld, of voor FIFA 23. Ik zal vandaag starten met FC Utrecht tegen Feyenoord. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren en laat ook een like achter voor deze video. Het weer is prima hier, de grasmat ligt er droog en als een biljart laken bij voor de wedstrijd. De aftrap vindt zo plaats. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Jeroen Guter en ikzelf, Siert de Vos, wij zitten paraat om deze wedstrijd van commentaar te voorzien. En voor de liefhebbers van Nederlands voetbal hebben we vandaag Eredivisie voetbal. Dit is FC Utrecht dat de strijd aangaat met Feyenoord. Nou, zie het. Hopelijk gaan we een spannende en aantrekkelijke wedstrijd tegemoet. De sfeer in het stadion is in ieder geval prima. Guus Til. Jens Toornstra. Alireza Jahanbakhsh. En ze hebben de bal weer terug. Hij zet al vroeg druk. Feyenoord gaat in de aanval. Hij houdt het schot tegen. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Guus Til. Goed de bal heroverd op de eigen helft. FC Utrecht zoekt en vindt de ruimte langs de rand van het veld. Oh, wat een schotkans. De doelman strekt zich uit en redt. In het midden van de 16. Hij kan die bal wegwerken. Adem Maher. De voorzet wordt gegeven bij de tweede paal. Dat is geen beste voorzet. Hij zeilt over de achterlijn. Een aanval van FC Utrecht. Ach nee, het begon erop te lijken, maar ze raken de bal kwijt. Alireza Jahanbakhsh. Wat gaat hij nu doen? Simpel geblokt dat schot. Feyenoord laat die bal moeiteloos rondgaan. Van speler naar speler. Hij keert dat schot. De doelman houdt de bal vast. Dit type kans mag je gewoon niet missen. Hij had die bal gewoon in het doel moeten werken hoor. FC Utrecht zoekt en vindt de ruimte langs de rand van het veld. Voorzet naar de spelers in het centrum. De verdediging werkt die bal goed weg. Brian Linssen. Feyenoord aan het aanvallen. Hij probeert naar binnen te komen. De doelman keert die inzet. Korte hoekschop op een teamgenoot. Zou wel eens wat kunnen worden. De voorsprong dan nu. Daar zit iemand tussen bij dat schot. En opnieuw een hoekschop. Bal wordt voor het doel gebracht. Al vroeg onderschept die bal. Brian Linssen. En het doelpunt voor Feyenoord. Het is natuurlijk niet zomaar dat deze treffer tot stand komt, hè, Siert. Het begint allemaal bij dat vroege druk zetten. De tegenstander krijgt eigenlijk geen enkele gelegenheid om eruit te komen. Raakt de bal kwijt. Ja, en dan ligt hij binnen de kortste keer achter de keeper.
Goed gedaan. Hij pakt de bal af met een sterke sliding. Tyrell Malasia. Jens Toornstra. Ah, ze loeren op een gat in de verdediging. Een mogelijkheid om het door te breken. De kat van dichtbij. En deze wordt mooi gestopt. Anders was het weer raak geweest voor deze speler. Ja, die blijft het ook proberen, maar deze keer gaat het feest even niet door. En nu een inworp. Guus Stil! En er gaat er weer een in. Ach, wat een luxe! Een voorsprong van 2 doelpunten, dat is toch lekker voetballen? Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander om er ook eens iets tegenover te stellen. Heel netjes van dichtbij afgerond, maar dat was een koud kunstje. Hè? Het voorbereidende werk, daar draaide het allemaal om. En hij is nog steeds aan de bal. Joris van Overeem. Nee, die aanval bloedt toch dood. Hij probeert hem bij zich te houden. Nou, die steekbal lijkt aan te komen. En hij kan doorstomen. En raak, ongelooflijk, door dit doelpunt zit het weer heel dicht bij elkaar. Laten we nog eens kijken, Siert, want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke steekpaas. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. Het verschil is minimaal, het staat 2-1. En nummer 23, Bart Ranselaar. Alireza Jahanbakhsh. Goeie tackle en bal terug in bezit. Die steekbal is gevaarlijk. En los van zijn man. Die is voor de doelman. Goed weggewerkt. Alireza Jahanbakhsh. Er wordt een minuutje bijgetrokken voor de blessuretijd. Hij geeft hem diep. De keeper pakt hem. Die bal is een makkie voor de keeper. We gaan de rust in. Hierbij gaan we de rust in. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. Vergeet onze video's niet te delen met familie, vrienden, geliefden. We gaan gauw door naar de tweede helft. Ik zou zeggen, kijk gerust mee tot het einde. Feyenoord heeft de leiding naar de eerste 3 kwartier. En wat zal de tweede helft brengen? Sander van der Streek. Bart Ranselaar. Misschien leidt deze corner de gelijkmaker in. Hoekschop komt voor. Hij kan die bal wegwerken. Aanval van FC Utrecht. Ja, dit kan niet. Komt-ie. Oh, ze krijgen het toch voor elkaar, hè. Ze staan op 2 achter. En dan weten ze toch weer gelijk te komen. Wat een weergeloze individuele acties. Hè. Hij gaat er vandoor en uiteindelijk weet niemand hem af te stoppen. Hij rond die kant af.
Na dat doelpunt is de stand gelijk. 2-2. Nummer 8. Joris van Overeem. Slechte actie, zegt die paas. Lijkt nergens op. Hij zet al vroeg druk. Brian Linssen. Hier zou hij de voorsprong kunnen pakken. Goed ingegrepen en het gevaar is daarmee geneutraliseerd. Tijd voor een nieuwe speler op het veld. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Een kans op een counter. Dit moet een doelpunt worden. Nog steeds gevaarlijk. En hij werkt hem tegen de paal. Wat een enorme redding was dat. En een mooie kans op de score, hoor. Daarna in eerste instantie weet hij de bal niet klem vast te pakken. Hè? Maar nu heeft de keeper de bal dan toch. Feyenoord gaat in de aanval. De bal raakt de speler in Worm. Coach lijkt te gaan wisselen. Nummer 15, Tyrell Malasia. Die maakt plaats voor nummer 5, Richie Kiano Habs. Ze ontlopen elkaar weinig vandaag. Dat zien we ook terug in deze cijfers. Evenveel balbezit. Beide teams hebben veel kansen gecreëerd. En dat heeft geleid tot een enerverende wedstrijd. Joris van Overeem. Niet goed gedekt. Hij is de en nu heeft hij de ruimte om over te steken. Kans op een schot, maar goed weggewerkt. Hij krijgt bijna geen tijd. Ze zetten goed druk. Pakken de bal af. Daar gaat hij langs de tegenstander. Midden voor het doel gegeven. Halfslachtige poging. De bal weg te werken. Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren bij het verlaten van het stadion. Alvast belang. Goeie ingreep. En het wordt een inworp voor de tegenstander. Volgens de trainer is het tijd om te wisselen. Habs. Dat kun je aan hem overlaten. Die speler weet hoe je de bal af moet pakken. En daar zit een tegenstander tussen. Ruimte hier voor een voorzet. Een schot voor de voorsprong. Ja, ja, je handbaaks. Ongelooflijk. Knap hoor. Hoe ze zich hebben terug weten te knokken in deze wedstrijd. Ja, ze stonden dik achter. Ze leken kansloos. Maar nu opeens zijn ze aan de winnende hand. En we gaan verder met een stand van 3-2. Vrije trap voor FC Utrecht. Een stomme overtreding van die speler. Maar de boosdoener komt er zonder kaart vanaf. Hij mag zich gelukkig prijzen met zo'n geduldige scheidsrechter. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Habs. Blijft goed aan de bal. Ah nee, die aanval leidt uiteindelijk tot niets. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Die paas had hij eerder verwacht. Mark Diemers. Voorgeven dan maar, vanaf de vleugel. Schiet! Doelpunt! Feyenoord heeft gescoord.
Indrukwekkend hoor, wat een heerlijke trap. En zo hard geschoten. Hij neemt de bal prachtig op zijn schoen. Trappen weer af en gaan verder met 4 tegen 2. Een succesvolle tackle op eigen helft. Nou, dat getal van een fijn staaltje spel in zich. Deze kun je maken hoor. Nou, hier zitten ze er toch dichtbij. Op de dwarsligger en buitenspel wordt nu beslist. Drie minuten nog tot de 90. Door die tackle is hij de bal kwijtgeraakt. Die steekbal is gevaarlijk. Ja, wie houdt hem tegen? En dat is de aansluitingstreffer. Net voor tijd wordt het toch nog spannend. Ja, dat mag je wel zeggen. En er zijn nu ook weer mogelijkheden. Hè? Nou, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Hè? Ja, die steekpaas... Die is briljant. Daar is helemaal niets mis mee. Perfect op maat. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. Voor 7 doelpunten al in dit duel. 4 tegen 3. Raakte onderweg een speler. Het is een inworp. Waarschijnlijk een van de laatste aanvallen van deze wedstrijd. Op jacht naar de gelijkmaker. Geeft die paas en dit kan hij. Adam Maher. Haha, ja hoor. Hij weet toch nog te scoren. En daarmee redt hij zijn team van de ondergang. Wat is dit zeg. Dit zijn ontsnappingsartiesten. Goed uitgespeeld natuurlijk. Met een ragfijne voorzet. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork. Mooie goal. Daar wordt gefloten voor het einde van de tweede helft. Het is einde van de tweede helft. Staat gelijk. We gaan door. De eerste verlenging en de tweede verlenging. Ik zou zeggen, kijk gerust mee tot het einde. En we gaan verder in de eerste helft van de verlenging. Interessant altijd, want dit is de fase waarin vermoeidheid een rol begint te spelen. Met die actie komt hij weer in balbezit. Balbezit naar de tegenstander. Joris van Overeem. Vrije paas die gevaar kan stichten. Hier zou hij de voorsprong kunnen pakken. Haha, doelpunt! De dood of de gladiolen. Nou, dag dood. Doe mij maar de gladiolen. Ja, hier valt voor de doelman natuurlijk geen enkele eer meer te behalen. Van dichtbij kan de speler er maar in werken. En zo'n kans laat hij natuurlijk niet liggen. Spelers van Utrecht moeten hun feestje onderbreken voor de aftrap. Haps, Senesi, Jens Toornstra. Blijft goed aan de bal. Vooraf hadden we onze hoop op deze speler gevestigd. Maar ze maakt het toch niet echt waar. Een kans op een counter. En daarmee komt er een einde aan deze veelbelovende counter. Ja, een hele mooie volzin. Maar je staat met lege handen. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Ja, figuurlijk dan, hè? Want er mogen natuurlijk geen bomen op het veld staan.
Die loopactie had een fractie later gemoeten. Ja, inderdaad. Mark Diemers. Hij stoomt verderop. Ze laten de bal rustig rondgaan op zoek naar de gelijkmaker. De verdediger blokkeert die voorzet. Al vroeg onderschept die bal. Goed de bal heroverd op de eigen helft. We gaan kijken of er in de tweede helft van de verlenging veel gaat gebeuren. Hierbij gaan we de rust in. Van de eerste helft van de verlenging. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. We gaan gauw door naar de tweede helft. En nu het restant van de verlenging. Er is afgetrapt voor de tweede helft. Netjes gedaan, goed gezien. Ze komen aan de bal. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Hij grijpt in en verijdelt die aanval even lucht. Mark Diemers. Laatste paar minuten en de aanval wordt opgezet om van die vervelende achterstand af te komen. Snijdt naar binnen, richting het midden voorgegeven. Een enorme duik voor die doelman. De thuisfans hier schreeuwden longen uit hun lijf. Hun ploeg staat voor. Maar met nog weinig tijd te gaan is het nog niet gespeeld. Nee, inderdaad. Dat is vaak een valkuil voor veel teams. Maar met zulke fans wordt het wel makkelijker. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Over 3 minuten is deze verlenging ten einde. Jens Toornstra. Sterk hoe hij die bal verovert. FC Utrecht zoekt en vindt de ruimte langs de rand van het veld. Ja, die paas werd te laat gegeven. Jammer hoor. En daar zit hij gewoon goed tussen. Daar heb je een fluitsignaal. Er wordt vandaag thuis... Hierbij winnen we de wedstrijd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet je niet te abonneren. Laat ook een like achter voor deze video of voor een van onze andere video's. Voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.